Heel jammer, ik had het seizoen willen uitspelen. Ja, we stonden 14e. Mensen zeggen wel hier en daar, het werd nog spannend, maar ja, ik had er heel veel vertrouwen in. Want al die ploegen waar we tegen hadden moeten spelen, staan allemaal onder ons en we zouden thuis spelen. Maar ja, ik vind het jammer dat het seizoen niet uitgespeeld is. Nooit eerder meegemaakt. Nee, dit is inderdaad ongekend. Ja, het blijft natuurlijk gisteren hoe het was afgelopen, maar jij had het wel goed zien komen met jullie dus. Ja, ik had altijd vertrouwen in. Dat heb ik altijd in mijn ploeg. Dus, Hoe is de afgelopen periode, hoe heb jij die beleefd? Ja, een beetje saai eigenlijk. Je bent veel thuis, je traint wel veel voor jezelf. Maar ja, je wilt het liefst voetballen en dat kan niet. Dus ja, je kan niet je werk doen. Nee. Nu weten we dat jullie oefeningen mee hebben gekregen en via een app werd dat ook gecontroleerd, ja, zeg maar. Ja, ja. Was dat wel een prettige manier om gezien de omstandigheden bezig te blijven? Ja, ik denk het wel. Maar ik trainde vooral met mijn personal trainer. Dus ik had eigenlijk een eigen programma. Zo ook een keeper is anders dan een veldspeler met loopjes en alles. Ja. Maar ik moet zeggen, ik ben lekker aan de slag geweest. Ik heb gekickboxd, ik heb gefietst heb ik op de racefiets, met de personal trainer, veel op explosiviteit getraind. Dus ja, ik ben lekker fit. Niet stilgezeten, dat is duidelijk? Niet stilgezeten, nee, zeker niet. Nee, want ja, je wilt wel iets doen, want als je de hele dag niks doet, of dan voelt het ook niet echt lekker. Nee. Dus je wilt wel graag trainen. Nog wel misschien leuk, ik weet niet hoeveel waarde jij er zelf aan hecht. Jij stond in het AD-elftal van het jaar. Ja, hoeveel waarde hecht je daaraan? Ja, laat ik meteen maar vragen. Ja, superleuk. Ik had het eigenlijk niet echt verwacht. Waarom niet? Ja, Onana, Bisotto, dat zijn keepers die ook een goed seizoen draaien. Maar ja, ik denk dat het puur is op reddingen. Want ik heb denk ik de meeste reddingen in de Eredivisie, dat ze daar hebben naar gekeken. Ja, want mag je zo stellen, tenminste dat vraag ik jou dan maar even, dat jij punten hebt gepakt voor Twente dit seizoen? Dat mag jij zeggen. Wat vind jij er zelf van? Ja, ik heb wel een stabiele seizoen gedraaid en ik heb misschien wel eens bij wedstrijden het team geholpen. Je tekende natuurlijk afgelopen zomer bij. Nu zijn er wel veel mensen van, zal hij dit jaar nog blijven en dan zal er zeker wel interesse voor hem komen. Wellicht ligt dat nu even anders, maar de afgelopen periode, nog even voor deze hele coronaperikelen, heb je toen iets al van interesse gehoord via jouw zaakwaarnemer? Of... Nou, interesse is er altijd wel, denk ik. De clubs dan horen hier en daar dat ze je volgen, maar concreet nog niet echt. Ik focus me gewoon op Twente. Nu is het allemaal een beetje lastig in deze periode. Maar ik heb hier nog een contract tot 2021 en als er niks gebeurt, ja, dan zit ik gewoon nog hier heel goed. Ja, je zegt niks concreet, maar zijn er wel clubs waarvan jij weet, die houden hem in de gaten? Ja, dat hoor je wel hier en daar, dat ze naar je kijken of ze volgen. Ja. Welke clubs bijvoorbeeld? Dat wil ik nog niet over uitzeggen. Ik was er al bang voor. We hadden het al over. Het zal wellicht nu ook even wat anders zijn. Ja, in hoeverre denk jij dat dat nu van invloed is? Dat het nu zo'n gekke situatie is door corona? Ja, lastig. Wat belangrijk is, wij als spelers, wij moeten gewoon de focus houden. En wij moeten gewoon fit blijven. En dan allemaal afwachten. We leven allemaal in een onzekere tijd. Ja. Je zei wel van ik focus me nu gewoon op 20, sta je ook nog onder contract. Ja. Nou, toen je bijtekende, met welk idee deed je dat in je hoofd qua een volgende stap? Op welke termijn dacht je toen bijvoorbeeld aan? Ja, je denkt, het is lastig. Ja, je tekent een contract bij en je wilt graag Eredivisie weer spelen. En dan hoop je gewoon dat je, hoe je het in de keukampioendivisie hebt gedaan, zo wil je het ook in de Eredivisie laten zien. En ja, het is jammer dat het seizoen niet helemaal uit hebben gespeeld. Maar als ik terugkijk naar mijn prestatie mag ik wel tevreden zijn. Oké. Waar ik nog even heel benieuwd naar was, ben ik net vergeten te vragen bij Peet Bijen. Zijn jullie eigenlijk, voordat jullie weer het veld op mochten, allemaal getest? Coronatest gehad? Nee, we hebben geen coronatest gehad, nee. Oké. Nee, ik heb me ook helemaal niet de afgelopen tijd ziek gevoeld of verkoudheid of hoesten. Nee, ik ben gewoon helemaal fit.